I am Polygroid and you are learning at Impolygroid Channel. Enjoy and have a great time. Grijpt alle kansen. Met zijn tweeën zingen en dansen. Het is magie, ja, alles komt samen. T gaat vanzelf. Als ik met jou ben. Wij gaan los, wij zingen in stereo. Ga ervoor, kom dansen en steal de show. Jij en ik is camera, actie. T gaat vanzelf. Als ik bij jou ben. T gaat vanzelf. Ik dacht altijd dat deze dag zou komen. Maar ik wist niet zeker. Of die zou komen. Snap je? Dit jaar voelde als één grote achtbaan. Misschien leek het dan wel een wilde rit. Maar jullie manager had alles onder controle. Door mij heeft niets. Jullie demo in de weg gestaan. Juist. Hey mam, hey pap. Hey liefje, we zijn er bijna. We rijden net de stad in en zijn er. Over 10 minuten. Of een half uur. Alle straten lijken op elkaar, hè? We kunnen niet wachten jullie en Simone. En Kel te zien voor we morgen vertrekken. Zijn jullie klaar? Voor jullie Californië-avontuur? Ja, hebben jullie zin? Om lekker met ons te chillen? De hele tijd? De hele zomer? Ik ben er zo klaar voor. En heb er zo'n zin in. Maar eerst moeten deze sterren iets heel belangrijks bezorgen. Wij zijn eindelijk klaar. Met het laatste liedje. En nu zijn we op weg naar Otto. Phoenix kantoor, om het af te geven. We zijn zo trots op jullie, meiden. We zien jullie bij Brooklyn. Dat hopen we dan maar. Succes. Dank jullie wel, maar het komt goed. Na alles wat we hebben meegemaakt. Oké, vooral zij. Al was ik een heel betrokken sidekick. Is het moeilijkste achter de rug. Dit wordt zo simpel als Pandora? Ik dacht dat zij was gaan werken bij Dream It Be It? Waar? Laat ook maar. Het was maar een droom. Is het vreemd dat ik het spannend vind om Pandora te ontmoeten? Ja. Wauw, het was geen grapje. Hallo, Pandora, toch? We zijn hier voor Otto, meneer Phoenix. Hij heeft mijn cliënten zijn kaartje gegeven, hij wilde graag hun demo. Dus daar zijn we dan. En hier is hun demo. Als dat zo is, waarom praat je nu dan met mij? Waarom bel je dan niet? Het nummer op het kaartje? Dat is een goed punt. Het kantoor van Otto Phoenix. Ik ben op zoek naar Otto Phoenix. Dat geloof ik graag. Maar hij is er niet. Hij is tot morgen de deur uit. Anders nog iets? Wilt u hem dit geven? Hij wil geen ongevraagde inzendingen. Maar hij heeft het gevraagd. Zeg jij. Ik kan een afspraak inplannen. Ik denk dat ik wel een plekje heb in. Nee. Dit deden we al, NS, weet je nog? Natuurlijk niet. Bedankt. Met het kantoor van Otto Phoenix. Wat bedoel je? Nee. Dat is niet wat we hebben afgesproken. Meneer Phoenix bezoekt elke locatie. Vandaag max 30 minuten. Als hij langer blijft, gaat zijn allergie opspelen. Goed begrepen, ik ga nu ophangen. Jullie hadden gelijk over Pandora. Ik krijg de rillingen. Maar haar outfit was ongelooflijk. Daar zijn jullie. Gefeliciteerd, meiden. T is jullie G, niet gelukt? Nee. We mochten Otto niet eens zien. Dus laat staan de demo geven. Wat is er gebeurd? Pandora was er. Ze is nog steeds een onverwoestbare betonnen muur. Haar houding is op de een of andere manier nog erger. We hebben geen idee hoe we het moeten aanpakken. Hoe krijgen we ooit onze demo bij Otto? Voordat we morgenochtend vertrekken? Na alles wat we hebben meegemaakt. Kan ik niet geloven dat dit het einde is van onze muzikale droom. Nu is het genoeg. Het is uit met dat gejammer. Klaar met al dat opgeven gedoe. Dat is niet hoe wij het doen. Zeker niet. Jullie twee zijn al veel te ver.
En jullie gaan inderdaad morgenochtend vroeg pas weg. Wij hebben de rest van de dag nog om die demo te bezorgen. En jullie zijn heus niet alleen. Soms is het beter met 2 of 3. Of soms wel met veel meer. We gaan jullie met zonen allen helpen. Ja, wat zij zei. Kijk, dat was een staaltje Rafa pep talk. Al zeg ik het zelf. Bedankt, allemaal, jullie hebben gelijk. We kunnen dit nog steeds. Maar waar moeten we beginnen? Hoe gaan we Otto in vredesnaam vinden? Wat als we een drone nemen met een camera en hem overal laten vliegen? Op zoek naar Otto. Ja, en met de USB-stick eraan. Zodat we hem meteen kunnen afgeven. Als we hem spotten. Hij kan ons niet meer ontsnappen. Het is de enige manier. Nee. Meiden. Ik hou van jullie enthousiasme. Maar kunnen we iets minder traumatiserends bedenken? Voor de man die jullie carrière bepaalt? Juist. Goeie tip. Heeft iemand een suggestie? Zie je, niet zo simpel. Jullie denken nu ook na. Over die drone, hè? Als we enig idee hadden. Waar Otto zou kunnen zijn. Wacht, toen we weggingen. Hoorde ik Pandora zeggen dat Otto muzieklocaties zou bezoeken. We moeten ontdekken waar dat is. Maar dat kan dagen duren. Er zijn 10 locaties in de stad. Izzy en ik zijn overal geweest. Voor gigs voor jullie. Konden we maar gerichter zoeken. Ik heb zo'n goed idee. In hoofdstukken 7, 12 en 82 van Otto's autobiografie heeft hij het veel over toplocaties in de stad. Maar deze 4 zijn zijn favorieten. We verdelen ons in 4 groepen en gaan er tegelijkertijd op af. Enne, hoofdstuk 82. Hoe dik is dat boek? Hij is goed met woorden. Westkust Roberts, jullie nemen deze locatie. Oostkust Roberts, deze. Brooklyn en ik gaan naar deze. En Rafa, deze is van jou. Komt goed, en ik haal Izzy onderweg op. Dit wil ze echt niet missen. Operatie Demo Bezorging gaat van start. Hoi, is Otto Phoenix hier? Hij was hier vanochtend. Maar hij is al uren weg. Hoi, is Otto Phoenix hier? Hij zei, is Otto Phoenix hier? Het spijt me heel erg. Niet meer. Hij was er vandaag wel, maar is weg. Dank u. Wat moeten jullie? We zoeken Otto Phoenix. We dachten dat hij hier zou zijn. Nee. Volgens mij is hij er niet. Wij zoeken Otto Phoenix, is hij hier? Yep. Dat is mooi. We moeten echt met hem praten, dus zonder afspraak komt niemand binnen. We gaan niet weg. Otto moet een keer naar buiten komen. Hoe lang blijft hij nog binnen? Heeft u Otto Phoenix gezien? We hadden net onze afspraak over akoestische apparatuur. Maar Otto neemt altijd de achteruitgang. Kijk, hij rijdt net weg. Dit meen je toch niet, hé? Kom op. Het geeft niet. Waar kan Otto nog meer heen zijn? Heeft hij een plek waar hij graag heen gaat? Hij zei destijds dat hij van aardbeien smoothies houdt. Maar misschien vindt hij kokoswater nu lekkerder. Ik heb gelezen dat een nieuwe parkiet zoekt. Dat is iets. Er zit een vogelwinkel richting het centrum gevonden. Die vogelwinkel? Dat was een gok. Ik riep gewoon maar wat. Otto is geobsedeerd door een nieuwe wellness bij het station. Hij is gek op de zeewierpakking. Maar hij noemt de naam van de zaak niet. Maar er werken er maar 8 zeewier. Maar 8? We verdelen ons opnieuw. Tijd voor wat actie. Wacht. Wat als dit dezelfde eindeloze jacht wordt? Als net met de muzieklocaties? Tijd voor een nieuwe strategie. Ik ben gek op een nieuwe strategie. Operatie Demo Bezorging 2.0. Vertel. We moeten een manier vinden waarop hij naar ons komt. Maar het centrum is
niet bepaald een klein gebied. En ook al hebben we veel hulp, we hebben meer nodig om dit te laten slagen. Ik weet precies wie we moeten bellen. Niet weer een dronebedrijf. Beter. We hadden een heleboel rare baantjes dit jaar. En hebben veel nieuwe mensen ontmoet. Jullie zijn genieën. Mijn vingers staan volledig tot jullie belbeschikking. Epiphany, zijn Buddy en Stefan bij je? Hey Emma, Paul, met Malibu. Haal Chuck, we hebben jullie nodig. Ja, het heet Operatie Demo Bezorging 2.0. Ik kan niet uitleggen wat er misging met 1.0. Er moet overal gepost worden. Geef het door. Wanneer je de limo van Otto Phoenix ziet, dan moeten we snel zijn limo omleiden. Naar het Brooklyn Bridge Park. Waar we niet alleen de demo bezorgen, maar Otto eraan herinneren waarom hij het wilde horen. Kijk of Jackson en Jayla ons willen helpen. En wij blijven mensen bellen. We hebben geen tijd te verliezen, dus zet hem op. Heeft iemand Otto al gespot? Nog niks hier. De Phoenix vliegt over Broadway. Daar. Ik zie hem. Otto rijdt nu net de hoofdweg op. Otto gaat richting zuiden. Oh, sorry hoor. We hebben een probleem. Otto was bijna bij het park. Maar zijn limo slaat af. Hierheen. En stop. Welkom bij onze show, meneer Phoenix. Wij zijn de Barbies. Waarom stapt hij niet uit? Hebben we de verkeerde limo met een enorme Phoenix omgeleid? Dit is de wellness niet. Ik had een zeewierpakking staan. Wacht, wat is er aan de hand? Welkom bij onze show, meneer Phoenix. Wij zijn de Barbies. Het was echt een wilde achtbaanrit. Oost, west, overal. Met een paar omwegen. Maar als jij bij me bent, voelt het alsof we alles kunnen. We komen steeds dichterbij. Zeker weten. Jij en ik hebben een wilde rit gemaakt. Jij en ik voelen ons meer levend dan ooit. We hebben meer gedaan dan we ooit voor mogelijk hielden. We hebben meer doorstaan. Alsof we niet te stoppen waren. We zijn nog niet klaar. We hebben nog genoeg ruimte. De toekomst staat voor de deur. Er is nog zoveel meer. Meer. Niets kan ons tegenhouden. Ons stoppen. Niets zal ons belemmeren. Dat is niks voor ons. We rocken, we gaan ervoor. Onze dromen zijn onbegrensd. De toekomst staat voor de deur. We hebben meer gedaan dan we ooit voor mogelijk hielden. We hebben meer doorstaan, alsof we niet te stoppen waren. We zijn nog niet klaar. We hebben nog genoeg ruimte. De toekomst staat voor de deur. Er is nog zoveel meer. Meer. We zijn nog niet klaar. We hebben nog genoeg ruimte. De toekomst staat voor de deur. Er is nog zoveel meer. Zie je wel? Ik had het allemaal prima onder controle. Hoi. Ik weet niet of u ons nog kent. Van die pretzelkraam? Er was een mosterdongelukje. Maar het is niet nodig u daaraan te herinneren. U had ons horen zingen met Emmy. En wilde meer horen. Dus we zijn het hele schooljaar bezig geweest met onze demo voor u. Dus daar gaat dit allemaal over? Natuurlijk ken ik jullie nog. En jullie optreden net? Het was nog beter dan op Times Square. En ook al vind ik het jammer dat ik mijn zeewierpakking moet verzetten. Je moet betalen als je niet 24 uur van tevoren afzegt. Maar het was het waard. Ik vond het heel mooi. Dank u wel. Dank u. Maar mijn assistente Pandora had dolgraag voor jullie een afspraak met me ingepland. Hoewel jullie toewijding en vastberadenheid heel indrukwekkend is. Ik ga hier naar luisteren. Jullie horen van me. Dankzij jullie werd operatie Demo Bezorging 2.0 een groot succes. Het had niet zonder jullie gekund. Niet te geloven dat jullie ons allemaal zo graag wilden helpen. Er is een gezegde: wie goed doet, goed ontmoet.
Jullie waren er voor hen. En ons het hele jaar. Nu doen we jullie een plezier. Bedankt voor alles. Goeie reis hoor. We hopen dat je een hele mooie zomer hebt. Maar we tellen de dagen af. Tot je terug bent. Weet je al wat je hierna gaat doen? Ik kan echt moeilijk kiezen. Malibu en ik zijn niet alleen. Een goed team, we zijn beste vriendinnen. Het is niet makkelijk. Al die grote dromen, hè? Het enige advies is, luister naar je hart. Maar je vader en ik hebben altijd geloofd dat het om muziek draait. Bedankt. Jullie zijn geweldig. We houden van je. En ik van jullie. Elke dag bellen. Zal ik doen. Niet te geloven dat het gelukt is. Ik ben benieuwd wanneer we van Otto horen. En wat hij dan zegt. Geen idee, maar gelukkig hebben we de hele zomer om daarachter te komen. Rafa? Ik kon het niet aan om jullie twee de hele zomer te missen. Het is zoals mijn abuela altijd zegt. Een zomer apart is goed voor het hart. Maar een seizoen op reis, dan wordt het hart grijs en verschrompelt het. Moet mijn hart verschrompelen? Kom hier, jij. Pap. We moeten nog eventjes langs Rafa's huis. Ondertiteling Alexander Eckhart.